Wie als supertalent door het leven wil gaan, kiest maar beter de juiste sport. De 15-jarige Luca Brecel mag dan wel een van 's werelds grootste snoekerbeloftes zijn. In de pocket levert hem dat bitter weinig op. Omdat de Vlaamse overheid het snoeker niet erkent als topsport, moet hij het zonder subsidies rooien. Een kaakslag voor het edele Engelse balspel. In menig speelzaal reageerde men vandaag dan ook vol ongeloof op deze fauske van formaat. Ik vind het eigenlijk nogal wel straf dat ze Luca Brecel zo'n loer kunnen draaien door de snoeker niet te aanzien als topsport. Ik vind het eigenlijk wel heel jammer voor de sport zelf. Snoeker is zeker een topsport. Ik beoefen dit reeds 22 jaar en men moet fysiek in orde zijn. Anders gaat dit niet. Tijdens snoeken heb je geen tijd om uit te rusten. Het is niet gelijk of bij voetbal of bij tennis. Die kunnen er gaan zitten of op de bank gaan zitten of zo. Bij snoeken loopt je constant rond de tafel. Hè. Ja. Ik denk dat je toch wel een kilometer of 2, 3 per avond aflegt. Naargelang men rond de tafel wandelt. Dan zweet u nogal, denk ik. Dan kun je wel een kilootje of 2, 3 verliezen. Dus moet fysiek zeker heel goed in orde zijn. Aan bijvoorbeeld deze bal heb je een extra hulpstuk nodig. Dat heet de spider. Eventjes demonstreren. Dat is een soort brug. En waarom moet je dan fysiek in orde zijn? Om dat te nemen? Ja, toch ook. Hè. Je moet altijd maar bukken en zo. Mocht je een buiksken hebben? Ja, je mocht een buiksken hebben. Hey, je mocht een beetje zwaarder zijn. Je ziet dat in Engeland ook, daar zitten ook struise spelers bij. En dat mag. Dat heeft daar niks mee te maken. Fysiek is fysiek in orde zijn. Het snoekeren is ook heel belastend, vooral voor u in onderrug. Maar je elke keer moet op en neer gaan. Dus denk ik dat er heel weinig sporten zijn waar je altijd op en neer moet gaan. Dus ook veel snoekerspelers dan heel lang snoekeren en hebben dikwijls heel veel last van hun onderrug. Als je zo ook een ganse avond aan de tafel staat, dan heb je ook wel last van de warmte, de lampen, de zaal, de verluchting. Dus men moet fysiek wel degelijk in orde zijn, anders lukt het nooit. Hoop je dat het ooit als topsport wordt erkend? Ik hoop het wel. Dat er eens iemand in de wedstrijd een beetje verstand krijgt, maar ja. Dat is op dit moment zeker heel moeilijk. Hè? En de mensen die deze verantwoordelijkheid dragen, die deze mensen moeten begeleiden, moeten daar maar eens voor zorgen dat dit in orde komt.